Hi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken en vandaag een Valentijn special. Ja, dit kunnen we natuurlijk niet voorbij laten gaan en helemaal niet in deze gekke tijd. Dan moet je mensen natuurlijk met een beetje extra liefde verrassen. Dus een extra video. Dit pakket kan je ook bestellen. Voor deze video geldt wel opties op, dus wees er snel bij. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. En dan kan je daar zelf mee aan de slag gaan. En heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En dan gaan we gauw aan de slag. Zoals je ziet heb ik al een hele mooie basis. Het is meer een baas met stro is het meer, denk ik. En daar gaan we het op maken. Je kan dit binden, je kan dit doen met lijm. Maar wij gaan het vandaag doen met krammen, omdat niet iedereen allemaal lijm thuis heeft. Laat ik jullie zien hoe je dit met krammen kan doen. En omdat het een hele mooie baas is, kan het ook prima en blijft het heel goed zitten. Dus daar gaan we mee aan de slag. Ik haal jullie iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Zoals je ziet heb ik hier het hart. Wat we dan eerst gaan doen, we gaan werken met droogbloemen en met wat voorjaarsbolletjes. En we laten het mooi meelopen met de vorm, want dat vind ik altijd wel belangrijk, dat je dat goed ziet. Dus dat je echt goed met de vorm meeloopt. En dan gaan we hier een mooi toefje als het ware op maken. Ik heb hier mooie grassen. En die zet ik allereerst vast met een krammetje. En het steeltje wat erover zit, haal ik eraf. Straks gaan we deze nog wel even vastmaken, maar nu laten we hem even zo. En mooie granen. En dat doe ik eigenlijk op dezelfde manier. Het voordeel is dus nu dat je echt geen lijmpistool of iets nodig bent. Dus heb je dat niet in huis, is dat geen probleem. En als je iets een krammetje erin hebt gedaan, kan je hem iets omhoog tillen. En dan kan je een steeltje er nog weer zo onder doen. En dan weer wat vast te zetten. Het begin. Dan heb ik een mooi takje met gipskruid. En die bevestig ik er ook zo op. En om wat meer kleur aan te brengen in de grassen, verwerk ik er ook wat roze geverfde droogbloemetjes in. Ik neem een wat langere en een wat kortere. En die zet ik dan met één krammetje eventjes vast. En zoals je ziet, krijg je dan al een mooi effect. Dan heb ik hele mooie rodanten. En ook deze zet ik vast tussen met een krammetje. Ik kijk dus even goed hoe alles loopt. En je kan het krammetje elke keer in de krans steken. Druk hem wel even goed aan, zodat alles goed vast zit. En de toef begint al echt mooi vorm te geven. En zoals je ziet wordt hij dan al heel mooi. De basis is natuurlijk echt al heel mooi natuurlijk. En daardoor passen deze bloemen er ook heel mooi bij. En dan gaan we verder opvullen met meer materiaal. Zodat je hier bovenop ook nog een mooiere toef krijgt. Dan heb ik hele leuke plataanbolletjes. En de kleur past er heel mooi bij. En deze leg ik er mooi bij tussen. Zodat het echt mooi vol en een mooi geheel wordt. En het geeft niks als je meerdere krammetjes bovenop elkaar zet, want dan zit het alleen maar mooier vast. Ik vind het ook wel mooi om nog een beetje rodante aan deze kant te doen.
Dan heb ik dus hele mooie roze pavus. En zoals je ziet knip ik er een stukje af. En dan steek ik die eigenlijk een beetje tussen het stro. Waardoor ze wat rechterop komen te staan. En dan heb ik nog een plataanbolletje. En die zet ik ook even vast. Die kleurt er echt heel mooi bij en haalt hem helemaal op. En zoals je ziet, zie je eigenlijk niets van de krammetjes. Dan doe ik er nog eventjes een grasje in het kort tussen. En die steek ik onder een krammetje wat er al in zit. Want dan kan die mooi bij onder. Maar lukt dat niet, dan pak gerust nog een krammetje. Dan heb ik mooie voorjaarsbolletjes. Want ik vind het wel mooi om naast de droogmaterialen om er even iets leven in aan te brengen als het ware. Dat doe ik met bolletjes. Die zitten gewoon op zand. Die maak ik even schoon door ze van elkaar af te trekken. Ik haal het zand eraf. Dus dat kan gewoon met je vingers. Je kan hem ook afspoelen. Even in een bakje met water halen. Je kan de watteltjes er aan laten zitten. Je mag ze ook afhalen. Dat is ook geen probleem voor het bolletje. Zo. Dan gebruik ik daarvoor een satéprikker. En ik ga even kijken hoe ik hem erin wil. Ik vind het wel mooi omdat deze dan meeloopt met de rest om hem dan plat te doen. Je kan hem ook rechtop doen als je dat mooi vindt. Maar ik ga hem straks ophangen. Dus dan vind ik dit leuker. En dan mis je aan deze kant zo niet. Die prik ik in het bolletje. Die doe ik wel voorzichtig. En dan zit hij goed vast. Even goed voelen. Je kan hem mee laten lopen. Op deze manier. Je kan hem ook andersom doen. Je kan er ook eentje rechtop doen wat je zelf leuker vindt. Ik vind hem wel mooi zo tot ze recht komen. En mocht je het nu lastig vinden om de bolletjes op die manier erin te doen. Dan kan je ook gewoon eerst een satéprikkertje pakken. Die steek je er eerst in. En dan zorg je dat er nog een klein stukje erbovenuit komt. En dan prik je hem voorzichtig op de bol vast. Dus dat kan je ook altijd doen. Zo. Kijk hoe leuk effect. Dan heb ik nog een mooi gedroogd zakje. Deze zet ik gewoon vast met een krammetje. Als je dit goed aandrukt, dan zie je daar eigenlijk niets van. Omdat de ondergrond ook al zo mooi is. Soms moet je eventjes kijken of die er goed onder valt. Want dan kun je hem eigenlijk best wel makkelijk vastzetten. En dan laat ik nog een heel klein takje rodanten aan deze kant terugkomen. Dat vind ik wel mooi. Ik steek die er voorzichtig weer onder een krammetje. Dat doe ik ook aan deze kant. Ik vind het nog wel leuk om nog iets natuurlijk materiaal aan te brengen. Door een klein beetje gedroogd mos ertussen te doen. Die zet ik eronder. Ik ook vast met een krammetje. En dat doe ik ook aan deze kant. Mocht je dit nou mee willen, nog sterker laten mee willen lopen met de rest, kan je dit ook vastzetten. Maar ik vind het wel een speels effect hebben als het iets erbuiten komt te staan. Dus ik vind hem helemaal mooi en af zo. En dan ben ik echt super blij met het resultaat. Ik ga nog eventjes een mooi touw aan de bovenkant doen, zodat hij makkelijk op te hangen is. Hiervoor gebruik ik gewoon hute touw. Past ook mooi bij de rest. Ik klik er gewoon omheen.
En jongens, kijk dan, wat een plaatje. Nou, dit is nog eens een leuk Valentijns cadeautje. Dus wil je iemand verrassen? Of dat nou je geliefde is of een goede vriendin of wat dan ook. Dan is dit natuurlijk heel leuk om cadeau te geven. Je kan het natuurlijk ook samen op afstand maken. Dat is ook heel leuk. Dan kun je toch een leuke activiteit doen. Maar wel volgens alle maatregelen. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke extra les vonden. Laat even vooral weten in de reacties wat je hiervan vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op dit kanaal. En wil je dit pakket niet maken? Hij staat hieronder in de beschrijving voor een hele leuke aanbiedingsprijs. Dus mis dat niet. Het is op is op, dus wees er snel bij. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En zie jullie mij de volgende keer weer. Doei!